We gaan op werkbezoek op de strandpost, op het strand. We gaan de reddingsbrigade tonen. Er wordt verteld wat ze allemaal doen. En op de reddingsbrigade is niets zonder een EHBO-post. We gaan ook binnenfilmen in de post van de eerste hulp. Maar wat is er precies gebeurd? Nou, ik was water aan het koken voor de thee en die viel om. Alleen reduceer ik voor niet. Ja, nou wat ik ga doen mevrouw is ik ga even een snelverbandje eromheen doen. Ja. Maar het ziet nogal rood. Wat u heeft gedaan is overigens prima, dat 10 minuten tot 20 minuten koelen. Na dat snelverbandje adviseer ik u toch wel eventjes langs de huisarts of de huisartsenpost gedaan. Ja, prima zoals u me houdt. Ga ik deze er even omheen doen. Zo, ja, dan blijf ik even zitten zo. Ja? Ja. Zou je even laten met eraf komen? Ja, dan ga ik naar de huisarts. Bedankt, Philip. Ja, voordat u weggaat, ik wil nog even uw gegevens noteren. Ik ben Mario Vagevuur, strandcoördinator dit jaar van de EHBO Castricum. Goedemorgen, ik ben Mariette Duin. Ik ben van de EHBO hier vrijwilliger en ben regelmatig op het strand te vinden in het weekenden. Het liefst zijn we met z'n tweeën, dat is de standaard bezetting. En met hele drukke dagen dan is drie ook prima. En dat is ook wel fijn om te doen. En als we het niet redden, dan kunnen we altijd, we hebben een bel, naar boven bellen naar de reddingsbrigade. En dan helpen die ons. Hoeveel mensen verzorgen jullie op een drukke dag? Dat kan zomaar als iets van 20, 30, 40, 50 mensen per dag zijn. Gisteren hadden we er twee bladzijden vol. Gisteren hebben we een stuk of 30 gehad. Ja. 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 En we zien op de film een brandwond. Wat voor verwondingen komen er zoal? Nou ja, dat is dus die brandwond. Maar dat is vaak aan de been van kinderen die tegen de scooter uit laat gaan. En heel veel splinters. Ja, kwallenbeet, mensen die onwel worden, zeker met dit weer. Wespensteken, mensen die vallen, schaafwonden, open wonden, soms ook schouderruidenkom. Ja, heel divers. Nu kunnen de mensen zelf komen lopen naar de post, maar stel dat de reddingsbrigade uit gaat rukken naar iets veel ernstigers. Hebben jullie hier ook een commandopost of worden jullie rechtstreeks door de reddingsbrigade gewaarschuwd? Ja, wij krijgen een seintje van de reddingsbrigade dat er iets is gebeurd, een incident heeft zich voorgedaan en dan worden we meegevraagd. In de behandelruimte zijn we nu. We zijn net binnengekomen. Als iemand bijvoorbeeld een vieze schaafwond heeft, is gevallen, dan gaan we die wond hier met zijn douchekop schoonmaken. Hoewel handig is de AED. Mocht iemand een onwelwording zijn, ja, dan wordt eigenlijk altijd verwacht dat we een AED meenemen. In de auto van de reddingsbrigade zit ook een AED. Nou, verder hebben we hier de kast. Waar allerlei spulletjes in zitten. Van een pitoman. Wat? Pitoman. Dat is een heel gemeen visje. Daar worden mensen nog wel eens door gestoken op het strand. Tot allerlei verbandsoorten. Dit is een pot voor donaties, denk ik. Ja, mensen mogen doneren. Hoe wordt dit gefinancierd? De gemeente en donaties. We zitten aan tafel met drie jeugdleden van de reddingsbrigade. Misschien kunnen jullie even je naam noemen en hoe oud je bent. Ik ben Thijs, 14 jaar. Ik ben Laura en ik ben ook 14 jaar. En ik ben Siara, ik ben ook 14 jaar. 14 jaar, dat is jong. Kunnen jullie zeggen hoe lang jullie al bij de reddingsbrigade zijn? Ik zit al 7 jaar bij de reddingsbrigade. Dus je was 7 en je begonnen? Ja. Ik zit er al 6 jaar op. Ik zit er al 4, bijna 5 jaar op de reddingsbrigade. En vanaf welke leeftijd mag je dan beginnen? Echt vanaf 8 jaar. 8 jaar. En nou is het natuurlijk, moet je van alles leren. Waar beginnen jullie dan mee voordat je echt wat kan doen? Dus je komt binnen als een jongetje van 8. En wat gaat hij dan leren? Hoe gaat dat? Nou, eerst beter leren zwemmen. En
beetje de basis van vaardigheden, zeg maar. Een beetje voerschepen en bevrijdingsschepen. Ja. En hoe oud ben je dan dat je al een beetje wat op strand ook mag rondkijken? Vanaf 13 jaar. Dan krijg je van je trainer krijg je een boekje met allemaal competenties. Zoals de boot optuigen en aftuigen, vlag ophijzen en vlag afhijzen. En als je dat goed hebt gedaan, krijg je een krulletje. En als je je competentie allemaal af hebt en het boekje met allemaal vragen, dan mag je examen doen. Okay. En hoe vaak moet je examen doen dan? Gewoon ieder jaar. Ieder jaar examen. Ja. En hoeveel examens heb jij al gedaan? 4 geloof ik. En hoeveel zijn het er dan als je helemaal alle examens doorlopen hebt? Hoeveel heb je er dan gedaan? Oh, alle examen geloof ik, ligt er ook aan wat je gaat doen. Oh, wat je daarna wilt gaan doen? Ja, in ieder geval, ik heb er 4 examens in het zwembad gehad en dit jaar moet ik nog examen op het strand. Jullie zijn nog jong, jullie zijn nog niet, jullie mogen het nog niet echt heel actief meehelpen. Wat doen jullie nou als jullie hier zo de hele dag zijn? Je mag het groeien varen, het groeien lopen, fietsen. Patrouilleren. Zeg, en hoeveel jeugdleden zijn er? Er zijn er ongeveer 100 jeugdleden. Ja. En weet je ook hoeveel grote volwassenenleden er zijn? Dat zijn 150. Dus 250, de hele reddingsorganen, dus vereniging zijn 250 leden. Ja. Dat is groot, hè? Ja. Zeg, vinden, hoe raden jullie de andere kinderen in Kastikum ook aan? Van kom bij de reddingsorganen? Ja. Laura ook? Zeker weten. Ja? En die mensen hoe beter. Nou, bij deze de oproep gedaan. We zitten nu aan tafel met Mees. Mees, hoe lang ben jij al bij de reddingsbrigade? Ik ben 12 jaar lid nu. Mogen de kijkers weten hoe oud je bent? Dat mag zeker, ja. Ik ben 24. Wat is jouw taak hier bij de reddingsbrigade? Ik ben een penningmeester en daarnaast actief op het strand ook als dienstdraaiend lid. Strandwacht. Ja. Ja. Kun je de kijkers eens vertellen, hoe oud is de Kastikumse reddingsbrigade? Wij bestaan sinds 1948. Maar is het een zelfstandige reddingsbrigade of maken jullie onderdeel uit van de hele reddingsbrigade Nederland? Je hebt inderdaad reddingsbrigade Nederland als de landelijke organisatie. En eigenlijk zijn alle reddingsbrigades aan de Nederlandse kust losse verenigingen. Die zijn aangesloten bij reddingsbrigade Nederland. Dus eigenlijk is het ook vergelijkbaar met de Sportbond. Het is de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen. En daar zijn we bij aangesloten en zij pakken landelijke kwesties op. En hoe gaat dan de financiering? Want jullie zijn aangesloten bij de grote vereniging, maar zijn toch zelfstandig? Ja, dat klopt. Wij zijn eigenlijk voor een heel groot gedeelte afhankelijk van donaties. We zijn ook een vrijwilligersvereniging. Iedereen die hier zit, die doet dit omdat hij het leuk vindt. En daar zijn we heel erg blij mee dat zo'n grote groep leden hebben die hier nu is. En hoe groot is dan de bezetting? Het is nu een topdag, het is warm, heel grote druk. We hebben een basisbezetting van 4 personen. Dat is een commandant, dat is degene op de dag die eigenlijk kort gezegd bepaalt wat er gebeurt. Dan hebben we een chauffeur, een schipper, een bootcommandant en een lifeguard. Maar op een dag als vandaag is dat niet genoeg. En gelukkig, zoals je ziet, lopen hier nu een stuk meer dan 4 personen binnen. Ja. En daar zijn we heel erg blij mee. We hebben heel veel EBO-gevallen. Wij hebben hier, wat dat betreft, een bijzondere combinatie. We hebben in dit één gebouw op het strand een reddingsbrigade en een EBO-vereniging. En daarmee werken we heel goed samen. En de EBO-vereniging pakte de meeste kleinere EBO-gevallen op. En op het moment dat er een grotere actie is, dan nemen we eigenlijk altijd iemand van de EBO-vereniging mee en dan gaan wij er met onze auto naartoe. Of in het geval dat het op het water is, dan gaan we natuurlijk eerst met de boot erop af. Dan zijn er veel muilen geweest langs de kust. Hebben jullie dat hier ook last van gehad? In principe zijn er altijd muilen, maar het verschilt heel erg per plek en ook per dag en per weersomstandigheid hoe sterk de mui stroomt. Het valt op dit moment mee met de muilen. Stroom niet zo hard, we controleren het wel heel goed. Soms gaan we er letterlijk even in liggen om zelf te voelen hoe hard het stroomt. En vandaag en ook de afgelopen dagen valt het hier mee. Maar ja, zoals ik zei, je weet het niet, het kan veranderen. Maar het verandert van plek en op het moment dat de weersomstandigheden veranderen, dan kan hij ook sterker gaan stromen. Er zijn heel veel leden, veel jeugdleden, 100 jeugdleden, die beginnen al vanaf 7 jaar.
Acht jaar. Kun je iets vertellen over de training van de jeugd? Ja, zeker. Nou, wat je zegt, we hebben inderdaad 100 jeugdleden. Daarnaast hebben we ook nog wat volwassene leden die ook in opleiding zijn. Op het moment dat je 8 jaar bent, kan je lid worden bij ons. Dan begin je in het zwembad. Op zaterdag hebben we een, dat noemen wij onze jonge redders. En nou, die beginnen eigenlijk op spelende wijze met zichzelf leren redden. En die gaan langzaamaan in stapjes richting andere mensen redden. Op het moment dat ze 13 jaar zijn, zijn ze ook welkom op het strand. En dan gaan we echt hier aan de slag met de strandbewaking. En wie doet die training van de jeugd? Doen de oudere leden dat? Ja, dat klopt. Dat doen de oudere leden. Maar we betrekken daar ook wel weer jongere leden bij. Heel vaak, gebeurt is dat er een ouder lid samen met een wat jongere lid training geeft. Zodat het jongere lid ook leert trainen geven. Zeg, en op een gegeven moment mag het strand op, zeg maar. Maar ik neem aan dat jullie ook je vak bij moeten houden. Ja, hoe gaat dat? Wij trainen met iedereen die hier nu rondloopt iedere vrijdagavond. En iedere vrijdagavond geeft er iemand een training om inderdaad ook de leden die nu dienst draaien en al hun diploma's hebben competent te houden. Ik zie buiten de terreinauto's staan. Waar staat die s'nachts ook op het strand? Nee, wij hebben een loods en een clubgebouw in het dorp in Kastrikum. Die staat op Wouterland en daar staat eigenlijk altijd de auto als hij niet op het strand staat. We gebruiken de auto eigenlijk voor iedere inzet waar we naartoe moeten. Dus dat is van een, iemand die zijn schouder uit de kom heeft voor sportjetski tot aan iemand die zijn hitte bevangen is door de hitte bij de Deining. Dat hadden we gisteren nog. Daar gebruiken we de auto voor. Dat is in de zomer als hij al op het strand staat. Maar waar we hem ook voor gebruiken is dat in de winter en ook 's nachts, eigenlijk altijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week, zijn wij inzetbaar door de meldkamer. Hoe vaak gebeurt dat, dat jullie opgeroepen worden om in de duinen te gaan helpen? In de zomer valt dat mee, maar in de winter gebeurt dat best wel vaak. Vaak op zondagochtend als we mountainbikers zijn of zaterdagochtend. Wandelaars, ook paardenmeisjes inderdaad, goede aanvulling, paardenjongens. dat gebeurt en zijn ook best wel wat evenementen, dat groeit best wel het aantal waar we bij zijn ook met de auto of met de boot. We hebben ieder jaar een surfski race, wat heel erg leuk is, waar we met meerdere boten bij zijn. We hebben een groot kite evenement waar we bij zijn. De wandelmarathon van Egmond, de verschillende mountainbike races over het strand. Daar zijn jullie er ook allemaal bij. Ja. Ja. Dit is onze meldtafel, noemen we dat. Op het moment dat er een melding binnenkomt bij ons, die komt binnen ofwel via de telefoon of via de pieper die hier normaal staat, maar die staat nu buiten. Het is vandaag een hele mooie dag, dus dan zitten we liever hier buiten omdat we dan een stuk beter zicht hebben op het strand. Wat ik net zei, we hebben een aantal communicatiemiddelen. Telefoons komen de melding op binnen. Dit is de pieper waar ik het net over had, kan de meldkamer ons mee alarmeren. En op het moment dat die melding is gedaan en er is bijvoorbeeld een ambulance onderweg, kunnen we met deze, de C2000, kunnen we communiceren met de ambulance of politie of brandweer, maar net wat de melding is. We hebben hier twee formulieren liggen. De eerste is een kindzoekformulier, waar we meteen op het moment dat er gebeld wordt, kunnen uitvragen hoe het kind uitziet, waar het vermist is geraakt, hoe lang het al vermist is, wat het telefoonnummer van de ouders is. En we zien dat die de laatste dagen gelukkig niet zoveel gebruikt wordt, omdat er goed gebruik wordt gemaakt van de polsbandjes die we uitdelen. Er zijn heel veel ouders gelukkig die hun kinderen een 06 polsbandje omdoen en die kan je ook bij ons gratis meenemen. Ik sta jullie nu te vertellen wat we hier doen en wat hier op deze tafel allemaal gebeurt. Maar eigenlijk vergeet ik het belangrijkste te zeggen. Dat is vandaag Sofie, die is onze commandant. En Sofie, die op het moment dat wij een melding krijgen, dan neemt zij de telefoon aan en gaat zij de taken verdelen wat er, wie wat gaat doen. Dit is een overlevingspak en die gebruiken we eigenlijk voor met name in het voorseizoen, wanneer het nog vrij koud is op het water en we er erg lang in moeten. Dus bijvoorbeeld als we een zoekactie hebben, dan doen we dit overlevingspak aan. Dan kan je met je kleren in, dus je kan er heel snel inkomen
En dan blijf je droog in en dan kan je bij wijze van spreken dagen op zich blijven drijven zonder het koud te krijgen. Er zit een redvest ingebouwd, er zit een mesh standaard in de broekzak, er zitten nog handschoenen in. Eigenlijk een complete overlevingspakket. Op het moment dat er een zoekactie is, dan ga je met veel boten op het water. We varen soms al zo'n 10, 11 boten dan. Wij hebben zelf 3 boten, dus we hebben ook 11 pakken om met voldoende mensen warm op de boot te kunnen zitten. Dit is een wetsuit, een golfsurfpak, moet ik hem ook wel noemen. Bij ons heeft iedereen een eigen wetsuit, zodat je zeker weet dat die goed zit. En dat is bij een wetsuit vrij belangrijk, want als die te ruim is, dan stroomt het water tussendoor en dan werkt die niet. Dus... Als er nu een noodoproep komt, dan moet het natuurlijk zo snel mogelijk het water in. Hoe lang doe je erover om zo'n pak aan te doen? Dat gaan we zien. Oh, dus Jara gaat even laten zien hoe je hoe het pak aandoet. In mijn normale wetsuit ben ik binnen 30 seconden omgekleed. Oké, 30 seconden, is mooi. Deze is iets langer, hij is denk ik ook iets te groot voor jou. Dat niet omvallen, hè? Op het moment dat we een vermissing hebben, dan gaan er ook geen jeugdleden mee. Maar het is voor nu wel leuk dat jij kan laten zien hoe die aangaat. Dan met je benen nu. Ja, ik heb die. Ja, dat is wel goed gaan. Ik heb erop gemaakt. Anders kun je helemaal niet meer de boot in. Ja. De schouders er doorheen. Ik zie dat het zwaar is, hè? En dan kunnen je armen er doorheen. Ja. Groot pak. Ik zie het iets te groot. Nou, je ziet echt dat hij zwaar is. Ja. Ja. Er zit nog grote rits aan de voorkant. Ja. Hij is voor zijn jaren iets te groot. Maar ja, is ook nog wel jeugdig. We staan hier bij ons bak waar we gratis polsbandjes in uitdelen. Dat zijn deze en dan kunnen ouders mogen die gratis meenemen om dan om hun pols van hun kind te doen met hun telefoonnummer erop. En we hebben het idee dat het heel goed werkt, want het aantal kindvermissingen is al wat minder dan voorheen. En daarnaast, zoals ik al zei, we zijn afhankelijk van donaties en giften van bewoners en wie dan ook. We hebben ook een machtigingskaart waar mensen eventueel, als dat willen, een donatie via kunnen doen. Of natuurlijk gewoon... Zo. Dit is onze strandmountainbike. Die gebruiken we om patrouille te fietsen. We doen op heel veel verschillende manieren patrouille. Dat doen we met de boot, dat doen we met de auto, dat doen we lopend. Maar sinds kort ook met de fiets. Die hebben we kunnen kopen van donaties. Daar zijn we heel erg blij mee. En zoals je ziet heeft deze fiets heel dikke banden om beter over het zand te kunnen rijden. Zijn de pendalen vlak gemaakt waardoor je er met je blote voeten op kan. Dit is onze strandauto. Zoals ik net ook vertelde, gebruiken we deze voor al onze incidenten waar we naartoe moeten. Ook hier zitten weer heel veel communicatiemiddelen in. En je kan het eigenlijk vergelijken dat dit een mobiele post is. Dus de meldtafel die wij boven hebben, alle apparatuur die daarin zit, die zit hier ook in. Op het moment dat het nodig is om een slachtoffer te vervoeren, dan kan dat op de brancard. En dat komt eigenlijk vaak voor dat, zoals ik zei, als er iets gebeurt op het strand. Een ambulance kan niet op het strand komen, dat kunnen wij gelukkig wel. We zijn een hele grote vereniging van meer dan 250 leden, jongens en meisjes, jong en oud, van zoals gezegd van 8 tot boven de pensioenleeftijd. Maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, dus vind je het leuk om bij ons lid te worden? Ik zou zeggen, kom een keer langs. In de zomer zijn we iedere dag op het strand aanwezig en wees welkom, word lid.